Hulpverleningsdiensten, waaronder brandweerduikers en ambulances, zijn zaterdagochtend massaal uitgerukt naar de tramweg in de Kniepen. Een voorbijganger had daar in de sloot naast de weg een rollator aangetroffen en 112 gebeld. De duikers hebben de sloot gecontroleerd, maar er werd uiteindelijk niets aangetroffen. Later maakte een jonge man bekend dat hij de rollator in het water had geduwd. Hulpdiensten konden daarna weer inrukken. De naam van de betreffende jongen is bij de politie bekend en die neemt passende maatregelen tegen hem, aldus brandweercommandant Sjors Kunz. Ja,